Als een kind geboren wordt met een aangeboren hartafwijking, hangt het er natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort aangeboren hartafwijking het is. Er zijn aangeboren hartafwijkingen waar er niet genoeg bloed door de longen gaat. En in de longen wordt het zuurstof opgenomen, dus daar word je roze van. Als er niet genoeg bloed naar de longen gaat, zal zich dat voornamelijk uiten in blauw zien van het kind. Maar er zijn ook aangeboren hartafwijkingen waarbij er bijvoorbeeld te veel bloed naar de longen gaat. En daar kan je heel kortademig van worden en zweterig en ja, dat je je niet goed voelt, dat je onrustig bent. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn die je dan aan zo'n kind kan zien.